snelste Formule 1-blad in Nederland noemt het seizoen 1996 heel erg treffend de jacht op Schumacher. Maar de tweevoudig wereldkampioen zal er alles aan doen om te voorkomen dat hij prooi wordt voor de anderen. Toch weet hij dat 1996 een jaar wordt waarin hij moet roeien met de riemen die Ferrari hem biedt. Overigens is hij de eerste Duitser weer in een Ferrari Grand Prix auto sinds Von Trips dat deed in de jaren 60. We kijken naar Schumacher op het circuit van Paul Ricard, bezig met de tests. Wat proefstarts worden er gemaakt, maar voornamelijk wordt er gekeken hoe de auto zich houdt in een race situatie. De betrouwbaarheid van de Ferrari wordt getest door Michael Schumacher. En waarom op Paul Ricard? Omdat Paul Ricard de zogenaamde Mistral Straight heeft. Het rechte eind wat net iets meer dan een kilometer lang is. Daar kun je een auto natuurlijk testen op de topprestatie. Dan krijgt de motor echt op zijn donder. Toerentallen lopen dan bijzonder hoog op. En dan weet je hoe dat er in een vergelijkbare race situatie uitziet. Hier ziet u die Mistral Straight, hoewel is dit een afstekertje. Wij praten even met Michael Schumacher. Wat vindt hij het belangrijkste tijdens deze tests op het circuit van Paul Ricard? It's a very good test for race distance for to check the engine for the reliability. Hij zegt het is inderdaad een uitstekend circuit om een auto te testen in een race situatie. Je kunt de auto echt testen. It's very hard for the engine. Als je naar een snelheidscircuit gaat als Hockenheim, dan is dat erg zwaar voor de motor. En dus die omstandigheden moeten goed getest worden. Hoge toerentallen, vol gas. Michael Schumacher dus bij het test op Paul Ricard. Betrouwbaarheid, het lange rechte end was doorslaggevend voor de test op Paul Ricard. De monteurs van Ferrari zijn in ieder geval onder de indruk van Michael Schumacher. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het is voor mij nog eventjes wennen. Michael Schumacher in het rood in plaats van het blauw. When I came in the garage, the mechanics were looking, so not bad. Ja, hebben ze het nu over Michael Schumacher of over zijn rijprestatie? Ik geloof over zijn rijprestatie. In ieder geval zullen ze bij Ferrari alle zeilen moeten bijzetten om deze verwende kampioen, want zo mag je dat rustig zeggen, naar de zin te maken. Maar ze betalen er dan ook genoeg voor. Belangrijk is communicatie binnen een team. Schumacher zegt het is altijd belangrijk dat een rijder de informatie aan het team doorgeeft. Je moet als professionals met elkaar werken. Ik heb het gevoel dat dat hier bij Ferrari gebeurt. Ik ben redelijk gelukkig op dit moment. Ik heb mezelf aan het team voorgesteld. Het is duidelijk, het team geeft me het zelfvertrouwen wat ik nodig heb om op een professionele basis te werken met ze. En ik denk dat we die situatie nog kunnen verbeteren als we inderdaad nog succes halen, ook dit jaar. Ja, dan begint het te regenen en dat zijn dan de voor- en de nadelen van testen in de winter. Voordelen natuurlijk omdat je dan ook weet hoe een auto zich gedraagt bij een regenrace. Maar lekker is het natuurlijk niet. Het werk gaat gewoon door. Een van de vragen die gesteld was, wat was het mooiste kerstcadeau wat Michael Schumacher kreeg? The best gift you had for Christmas. Best present. It's possible to know what. Ah. Hij moet er een beetje over nadenken. It's a curiosity.
I need to think. Because you had too many. No. No. Ik moet erover nadenken. Maybe it was very little. Maybe it was the message from. Misschien was het het bericht wat ik kreeg van mijn manager Willy Weber. Maar ik vertel er later meer over. Misschien dat Schumacher hier doelt op het feit dat hij de belastingproblemen die hij heeft in Monaco opgelost heeft. Overigens is er ook een nieuw contract met Michael Schumacher gesloten met Nike voor $10 miljoen.